allemaal. Leuk dat jullie kijken naar de allereerste Horse Event video van dit jaar. Na 2 jaar corona is eindelijk het allergaafste, grootste paardenevenement van Nederland terug. Horse Event. En het wordt dit jaar iets anders dan normaal. Het wordt super vet. Er zijn namelijk 2 weekenden Horse Event. Horse Event Youth en Horse Event Pro. En Horse Event Jong is eigenlijk voor als je YouTubers wil ontmoeten, veel meet and greets. Super cool. En Horse Event Pro is eigenlijk als je iets dieper op het materiaal wilt ingaan, iets meer wilt leren, iets moeilijkere clinics, maar alsnog ontzettend vet. Je kan er allebei de weekenden of je kan 1 weekend kiezen. Er is van alles mogelijk, maar sowieso ga naar www.horsefan.nl, koop daar je kaartje. Want omdat het natuurlijk zo lang is weg geweest, wil iedereen heel graag naar Horse Event en wordt het heel snel uitverkocht. Tijdens het eerste weekend Horse Event ga ik samen met George en Tineke een hele gave show geven. Het zou sowieso al fantastisch worden met alleen George, maar dit wordt echt next level. Het wordt iets wat jullie nog nooit gezien hebben. We gaan namelijk een show geven met Tineke, George en een mini George, Coco. En Coco is gewoon echt eigenlijk een 1-op-1 versie van George, alleen dan miniatuur. We zijn net gearriveerd op stal en we gaan ze ontmoeten. Let's go! Hey sterren, high five! Hi. Super leuk je te ontmoeten. Wij gaan samen een show geven op Horse Event. Ja. Ik heb er heel veel zin in, jij? Ik ook. Ik heb er zoveel zin in. Heb je ooit al eens voor zoveel publiek gereden? En je hebt wel op Oude Gelderland gereden. Ja. Hoe ging dat? Heel goed, hij sprong wel over de bak heen. Wat? Hij ging voor de ingang ging hij zeg maar eroverheen. Dus nee joh! Ja. Is hij uit de bak gesprongen? Ja, hij ging er zo in met een sprongetje. Ja, want we hebben het over jouw pony. En ik heb hem in de video Mini George genoemd. Want eigenlijk is jouw pony echt een soort Mini George, hè? Ja. Echt, dus ik vind het, het is eigenlijk gewoon een droompony. Ja. En hoe heet hij? Coco. Coco. En hoe oud is Coco? 13. 13. Nee, George is ook 13. Echt? Ja, ze zijn even oud ook nog. En hoe lang rij je nu op Coco? Ik denk 1,5 jaar al. Oh, 1,5 jaar. En wat hebben jullie al allemaal samen gedaan? Kampioenschappen. Echt waar? Ja. In welke klasse? L1 en B. Oh, cool. Dus jullie hebben ook echt al wedstrijden gereden. Ja. En heb je wel eens een oranje lintje al gewonnen? Ja. Echt waar? Eerste prijs? Ja, ik heb al, ik heb al 11 prijsjes en zo. Oh, 11! En wat doe je al met je lintjes? Ik hang ze op mijn kamer. Oh, dat doe ik ook, vind ik ook heel cool. Nou, ik ben wel heel benieuwd. Ik wil hem eigenlijk wel ontmoeten. Jij hebt hem bij je, hè? Ja. Ja, want wij hebben vandaag een plan. We gaan samen met Coco en George rijden. En en op Horse Event gaan we les krijgen van Tineke. Ja. En Tineke is helemaal geweldig. Ik krijg echt al jarenlang les van Tineke. Ik heb er heel veel zin in. Maar vandaag gaan we gewoon zorgen dat Coco en George elkaar leren kennen. Ja. Want George is natuurlijk een wilde hengst. Ja. En we moeten natuurlijk niet hebben dat George verliefd wordt op Coco. Dus dan kunnen ze vandaag een beetje wennen. Ja. En dan gaan we straks gewoon voor meer dan 15.000 mensen een show rijden op Horse Event. Ja. Hoe cool. Sterren gaat nu Coco halen en ik zie hem. Kom maar Sterren. God, hij is zo lief. Hey Coco. Oh, het is echt een soort kleine George. Oh, zijn jullie goede maatjes? Ja. Oh, hij is zo mooi, hè? Hey Coco. Je hebt hem al helemaal in de knotjes. Ja. Oh, hij lijkt echt op George, maar ook... Oh jongens, jullie moeten even komen kijken. Wacht, we draaien hem even om. Die hals is ook al gewoon echt stoer. Oh, is het een ruin of een hengstje? Het is wel een ruin. Ja, maar het lijkt net een hengstje met die stoere nek. Zo, wat een mooie knotjes. Heb jij die gemaakt? Nee, mama. Oh, nou, dan moet jouw mama ze ook maar voor mij maken met de show. Want dan heb jij wel mooie knotjes en bij mij zit ze altijd scheef. Echt heel benieuwd wat George van hem vindt. Jij ook? Ik denk natuurlijk dat hij wel op elkaar gaan hinneken. Gaat Coco denk je ook hinneken? Ja. Nou, ik denk dat George zo hard gaat hinneken dat je oor pijn doet. Maar, ja, Coco kan het ook echt. Wat? Coco kan het ook echt. Ja? Nou, dan kunnen jullie lekker heel hard tegen elkaar praten. Alsof jullie samen in de kroeg zijn. Ja? Oké, okay, kom, we gaan even binnen neerzetten. Kom Coco. Oh, ik wil ook een Coco. Oh, ik denk dat het echt heel vet wordt, de show. Ja. Oh, hij denkt, wat is dit nou voor gekke plek? Waar ben ik nou? Nou, George gaat het ook heel raar vinden, want George staat eigenlijk altijd op aan de andere kant. Hey,
Oké, weet je, ik ga even George halen. Ja. En dan pak jij even je poetsspullen. En dan pak ik ze ook en dan gaan we gewoon lekker samen poetsen. Ja. En dan gaan we daarna bedenken welke, met welke kleur we gaan rijden, goed? Ja. Oké, okay, top. Kopie. Zo, George. Je gaat gewoon je kleine soortgenoot ontmoeten en niet te hard gaan hinniken in mijn oor. George is nu nog chill, maar wacht maar tot je je kleine broertje ziet. Oké, okay, hij is nog rustig. Kijk, je kleine broertje. Oh, die is lief, hè? Oh, kijk, hij is helemaal chill. George, even draaien. Zo, ja, dit is veiliger. Hij dacht, hij moest even denken, wat zie ik nou? Kom. Ja. Hij zegt, hallo, dit ben ik. Ik dacht eerst, hij gaat niks zeggen, maar hij was helemaal verbaasd, denk ik. Hij dacht, is het nou een spiegel? Even hier. Ja. Oh, dit wordt echt leuk. Hier, die is, wacht, deze is kleiner, is beter voor jou. Ja, een wit paard is wel altijd veel werk, moet ik zeggen. Ja. Wij hebben het niet makkelijk. En, ben je nooit bang op hem? Of heb je... Ik ben wel eens bang, hoor. Als George heel hard gaat, denk ik, oeps. Nou, ik ben niet echt bang. Nee, jij bent wel stoer, hè? Ja, maar Coco is ook echt heel lief. Ja, dat heb ik ook. Op een gegeven moment ga je ze gewoon vertrouwen. Ja. Hey, en weet jij hoeveel mensen er op Horse Event komen? Zal ik dat eens vertellen? Wat denk je? Gok. Over de 60? Over de? 60. Meer dan 60 bezoekers. Oké, okay, maak eens een grote stap. 1000. 1000. Ik zal je zeggen, het zijn er meer dan 10.000. Het zijn er namelijk 46.500. Zoveel. Dat is bizar, hè? Ja. Dat is gewoon een heel dorp. Coco, hoor je dat? Er komen denk ik heel veel mensen naar jou kijken. Ja, en heb je nog geen kaartje? Ga naar www.horsefan.nl. En ja, ze willen natuurlijk naar onze show kijken. Dus wees er snel bij, want anders is het straks uitverkocht. Wij zijn er in het eerste weekend. Ik ben echt aan het aftellen, jij? Ik ook. Ah, nu gaan we eerst nog... Ja, jij gaat straks naast George rijden. Ik ben echt benieuwd of ze naast elkaar kunnen. Dat zou leuk zijn. Ja. Oh, kijk, kijk, kijk. Welke dekjes heb je allemaal? Groen. Groen. Oranje. Deze heb ik ook. Zwart. Oh, zwart is ook mooi. Oh, deze heb ik ook, dezelfde. Huh, maar die van jou is mooier. Jij hebt met strassteentjes. Die van mij is zonder strass. Deze kleur is echt mega vet. Daar heb ik laatst een reel mee gemaakt met George. Oh, blauw. Lichtblauw. En hier donkerblauw. Oh ja, hier zie je wel dat blauw je lievelingskleur is. En hier. Oh, deze is mooi. Die heb ik in het zwart. Blauw. Dit is ook vet. En dan nog. Rood. Oh, nu begin ik echt te twijfelen. Kijk, weet je wat cool is? Ik heb dus deze in het zwart. Dus we zouden ook zeg maar kunnen doen... Jij in het blauw, ik in het zwart. Maar we kunnen ook samen in het groen. Ja. Zullen we dat doen? Ja. Oké, okay, high five. Jongens, het wordt groen. Ja, we kunnen hier nog heel lang over praten. Maar we moeten de keus maken, want we moeten opstaan. Oh, je hebt ook de bandages erbij. Ja. Kijk, dit zouden jullie allemaal wel willen. De wereld van magie. Onopgezadeld. 3, 2, 1. Daar, dit was makkelijk. Tadaa! Oké, zullen we gaan rijden? Ja. Oké, dan ga ik nog even mijn hoofdstel in doen. Dan stap ik eerst buiten op. Dan heb ik in ieder geval een stuur en een rem. Ja. En dan stap jij de andere kant op en dan komen we zo naar elkaar toe gelopen. Ja. Spannend. Zin in? Ja. Ja, ik ook. George ook, hè? Oké, okay, ik denk dat het handig is als jij eerst achter mij gaat. Ja. Ja, kom. Dan ga je eerst even achter en dan kunnen ze eerst zo even wennen. Oké, loop even een rondje over het terrein. Goed zo, George. Oh, hij vindt het leuk. Hé, ze zijn echt vriendjes, hè? Ja. George vindt het helemaal gezellig met Coco achter hem. Zo, goed zo, George. Oké, even hier. Kijk,
gelijk een mooie entree naar de bak. Oké, Sterre, zullen we eerst allebei... Dan ga ik naar links en dan ga jij naar rechts. En dan gaan we allebei gewoon even los van elkaar rijden, ja? En dan gaan we komen daarna weer bij elkaar. Oké, dan gaan we schuine diagonaal naar de overkant, nu naar het hek. Oké, go, go, gas, gas. Woehoe, goed zo. Ja, goed zo. En dan gaan we gewoon oefenen dat we goed naast elkaar kunnen. Want nu kunnen we oefenen met horsevet, moeten we helemaal perfect. Ja, dit gaat goed hoor. Goed zo. Heel cool. Oké, hele verstappen. Goed zo. High five. Oh, ja, weet je, dat doen we straks wel. Ja. Ja. En gas, gas. Goed zo. Oh, je bent nog sneller dan mij. Ja, oké, en ben je, ja, goed zo. Heel mooi. Zullen we een keer samen een volte maken? Ja. Oké, maken we hem hier zo bij de B. De boom is de B. Ja. Maak jij maar de volt, ik hou je wel bij. Goed zo. Kijk, dan gaan we gewoon voor horse event gaan en hier volt afmaken. Goed zo. Heel netjes hoor, zo goed naast elkaar. Beetje gas. Ja, en weer normaal tempo. Goed zo. En dan gaan we een keer op de X-halt houden. 3, 2, 1 en nu! Ja! Yes! Sterre en ik gaan nog eventjes dooroefenen voor Horse Event. We gaan ook, naast dat we met Tineke een hele gave les krijgen, ook nog aan het einde een heel klein kuurtje op muziek maken. Dat gaan we nu helemaal in elkaar zetten. En wil je ons nou zien op Horse Event? Ga dan naar www.horseevent.nl. Bestel daar heel snel je kaarten, want het is ontzettend snel uitverkocht. Iedereen heeft er 2 jaar op gewacht. Dit is de allereerste Horse Event video, dus als je nu naar de website gaat, ben je er zeker nog bij. We hopen je heel erg daar te zien en ik weet zeker dat Coco en George het fantastisch vinden als er heel veel publiek is. En ik denk dat met applaus nog veel, veel stoerder gaan lopen en laten zien hoe mooi ze zijn. Voor nu bedankt voor het kijken. Vond je Coco nou net zo geweldig als ik? Doe dan een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. En wij gaan nog even verder rijden. En wil je nou dat wij vaker video's gaan opnemen? Zet het dan even onder in de reacties, want we hebben nog heel veel leuke plannen. Doei!